Goedemorgen allemaal, welkom bij mijn allereerste weekvlog op mijn kanaal. Het is niet eens goed voor je, maar ik vind het oprecht zo lekker. En ik ben echt volop gestruikeld en echt fucking hard op mijn bek gegaan. Nou, er zijn echt exactly 5 winkels of zo open. Dus we zijn echt voor niks naar Zwolle gegaan. Allemaal. Welkom bij mijn allereerste weekvlog op mijn kanaal. En ik vind het echt zo raar om deze weekvlog op te nemen. Of in ieder geval dit soort video's te gaan maken. Omdat ik natuurlijk eigenlijk heel veel verschillende soorten video's op mijn kanaal maak. Maar eigenlijk nog nooit echt een weekvlog online heb geplaatst. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. Wat mijn ervaring zal zijn. En of jullie het een beetje leuk gaan vinden. Ik denk 2 tot 3 jaar geleden, toen heb ik vast gevlogd. Heb ik namelijk elke dag een dagelijkse vlog gemaakt. En het was in een periode van vlogmas, dus dat je vanaf begin december gaat aftellen tot kerst. En in die hele periode heb ik toegevlogd. En om eerlijk te zijn weet ik eigenlijk niet meer zo goed hoe me dit is bevallen of wat ik daarvan vond. Maar ik ga dus nu gewoon weekvlogs maken en dan ga ik zelf even kijken hoe ik het vind. En natuurlijk of jullie het een beetje leuk vinden om te kijken. En echt jongens, ik ben best wel een beetje, ja hoe zeg je dat? Excited, maar ook wel een beetje zenuwachtig of zo wat jullie ervan gaan vinden. En ja, gewoon alles een beetje. Want ik vlog natuurlijk nooit. En ik heb echt het gevoel alsof ik ineens opnieuw begin met YouTube. Terwijl ik natuurlijk ook gewoon mijn vaste video's blijf maken zoals ik altijd doe. Dus ik ga er maar gewoon denk ik het beste van proberen te maken. Ik wil jullie natuurlijk wel vragen om even een duimpje omhoog te doen. Hieronder te abonneren. En heel veel plezier met het kijken van deze weekvlog. Hopelijk gaat het goed en vergeet ik niet te veel. Ik heb me even snel klaargemaakt. Ik heb wat wenkbrauwen erop gedaan. Oké, ik heb gewoon even een wenkbrauw getekend. Ik heb mascara opgedaan, want ik moet zo even naar de stad toe. Ik heb namelijk afgelopen weekend mijn 3e gaatje laten schieten. En nu wou mijn zusje dit ook graag, alleen wist ze niet zo goed wat voor knopje en zo ze wou. Dus ze had mij gebeld van, wil je komen? Ik ben zo laat vrij. Kan je dan even naar de stad komen en dan kunnen we samen naar de juwelier? Nou, tuurlijk doe ik dat even. Dus ik ga zo naar de stad toe. En als ik terug ben van de stad, hoef ik alleen nog maar wat mailtjes te beantwoorden. En heb ik vanavond even een shoot met mijn vader. Mijn vader gaat foto's maken voor girls, want daar sta ik elke maand in. En dan test ik producten. Dus ik ga nu snel mijn spullen pakken. En dan ga ik on my way de stad. Let's go. Ik zit heel erg in een dubio van, ga ik een jas aan doen of niet? Maar het is best wel goed weer. Dus we doen geen jas aan. Ik heb een jurkje aan van Chiquelle vandaag. Het is een soort van oversized cold dress of zo. En die heeft ook een leuk colletje. Leuke mouwtjes. Ik heb er even een riempje omheen gedaan voor de vorm. En ik heb laarsjes aan van Famous Store. Dus een lekkere basic outfit. Ik doe dus geen jas aan. Ik pak denk ik nog even een tasje. En ja, gaan we on my way. Ja, doe maar. Ja? Ja. Okay. Je mag gewoon even uitkijken als je wil. Ja. Mag ik zien? Nou, ja. Klaar. Gaatjes erin. Kijk. Ja. How pretty it is. Ja, ze heeft dus ook 2 andere oorbellen, maar die zijn even weg nu. Ja. Want die moeten eruit. Maar missie geslaagd. En we gaan nu even een kopje thee drinken. Yes. Bij opa en oma. Gezellig. Hey. Ik ben weer thuis en ik ga nu shooten voor de girls. En normaal gesproken heb ik hier allemaal spulletjes die ik moet testen. Dus bijvoorbeeld mascara, maskers, drankjes. Maar deze keer zijn het dus allemaal apps op je telefoon. Waarmee je je make-up dus virtueel kan doen, zeg maar. Dus via je telefoon. Dus kan je bijvoorbeeld zonder make-up een selfie maken. En editen ze daarbij dus eigenlijk make-up. Dus kan je kiezen voor je blush, voor je blauwe oogschaduw, groene. Dat soort dingen kan je dan allemaal kiezen. Dus daar gaan we nu even foto's voor maken. We gaan het hier buiten doen. Hierop op deze bank. Super leuk. Dus ik ga er lekker bij zitten. De apps testen. En dan gaat papa foto's maken. Oké, hoi sissies. Hallo. Hoe is het ermee? Goed hè. Hoe laat is het inmiddels? 10:55. En wat is de planning voor morgen? Ik heb geen school. Ik heb morgen proefwerk en school. Dus. En jij? Ik ook. Hebben jullie dezelfde toets? Of wat is de toets hebben jullie? Ja, we hebben allebei Duits proefwerk. En kennen we het, jongens? Nee, ik ben echt slecht in Duits, dus het komt niet echt goed, denk ik. En kennen wij het, Roos? Ja, bijna. Nou, dit is dus hoe het hier altijd gaat.
Maar goed hè, jullie hebben morgen nog de hele... Nee, jullie hebben echt geen tijd meer om te leren. Jawel. Oh. Maar ik ken het al bijna. Nou, als iemand deze struggle herkent, sowieso wel. Want ik was... Nou, ik wilde het zeggen, ik was. Maar ik weet helemaal niet of ik geslaagd ben. Dus misschien mag ik nog wel, ja, HAVO. Maar ik ben ook altijd zo. Alles uitstellen tot het laatste moment. Dat is iedereen wel, denk ik. Ja, maar je hebt ook wel mensen in de klas die echt zo zijn van, oh ja, ja snel 2 weken van tevoren. Nou, ik kan dat niet. En jullie kunnen dat ook niet, dat weet ik. Nee. Want jullie stellen ook altijd alles uit. Maar goed, we gaan ons even klaarmaken, denk ik. Want het is al 11 uur. En dan gaan we denk ik slapen. Ik denk het ook, hoop ik. Nee, jij gaat sowieso echt nog tot 1 uur series kijken. Nee, joh. En dan valt ze altijd met telefoon in slaap. En Roos wel smart, want Roos gaat altijd wel op tijd slapen, hè. Dus ja, dit was even, wat was dit? Ja, gewoon even tussendoor vloggie. Wat vinden we van de week vlog? Superleuk! En Milou? Superleuk natuurlijk. Oké, nou, we gaan lekker slapen zometeen. Dus good night everybody. Doei! Doei! Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag. Ik heb net even gedoucht en ik heb me lekker aangekleed. En ik ga zo even ontbijten. Ik heb vannacht niet heel top geslapen, want ik heb dus sinds zaterdag een 3e gaatje. En dat is sowieso best wel gevoelig. En 's nachts heb ik er ook wel last van. Maar vannacht, ik weet niet wat er is gebeurd of wat er is veranderd. Maar vannacht was oprecht echt een drama. Elk moment dat ik draaide, dat ik er met mijn kussen tegenaan kwam, mogelijk met mijn hand, werd ik wakker. Dus op het moment dat ik dan eindelijk een beetje vastsliep of een beetje doorsliep, kwam ik er tegenaan en werd ik weer wakker. En dan sliep ik net weer en dan gebeurde het weer en... Op het moment dat ik er tegenaan kom, doet het zoveel pijn dat ik zeg maar... Ik heb sowieso geen hoge pijngrens, even om dat vast te stellen. Maar dan werd ik weer wakker, dus ik heb echt niet chill geslapen. Je kan het ook wel een beetje zien aan mijn ogen. Maar goed, ik ga dus even lekker ontbijten zometeen, me klaarmaken. En ja, ik heb vandaag niet heel veel te planning staan, dus dat is wel lekker. Maar voor de rest ga ik even zien wat we vandaag gaan doen. Ik heb me helemaal klaargemaakt en ik heb even een nieuw setje oorbellen in. Hele leuke hangertjes, super cute. En ik had zoiets van, ik ging ze indoen en bij deze ringetjes was er iets fout met de sluiting. Of in ieder geval, dat lukte gewoon niet. Dus ik belde Brandfield, zegt ze, nou dat ligt dan aan de sluiting. We sturen even een nieuw setje op, geen probleem, sorry voor het ongemak. Super chill, dan krijg ik dus gewoon even een nieuw setje oorbellen omdat deze dus eigenlijk niet goed sluiten. Ik heb ze nu ook op een manier vastgemaakt dat ze uit kunnen vallen en dus eigenlijk niet helemaal goed dicht zitten. Maar goed, ik vind ze leuk, dus ik wil ze gewoon lekker dragen. Ik ga me nu even klaarmaken, even mijn spullen bij elkaar pakken. Ik ben al klaar dus. En dan ga ik naar mijn oma toe, want dan ga ik vanavond lekker gezellig eten. Nadat ik daar gegeten heb, ga ik naar de nagels toe, want ik krijg weer nieuwe acrylnagels. Dus ik ga even mijn spullen pakken en dan ga ik omhoog. Oké, het is even wat anders gelopen als ik gehoopt had. Maar ik ben het, zeg maar, ik was beneden en ik ben echt volop gestruikeld en echt fucking hard op mijn bek gegaan. En nu heb ik hier, tot en met hier helemaal schaafwond en hier ook. En ik haat dit zo, want ik had me net klaargemaakt. Ik was net klaar om te gaan. Ga ik vol, echt vol op mijn bek. En ja, nu is mijn gezicht open. En doordat ik ben gevallen, maakte ik een hele rare beweging met mijn arm. En zit nu deze oorbel vast in mijn oor. Ik krijg hem er niet uit. Heel nice. Dus mijn vader komt er nu aan en die gaat het even losproberen te maken. En kijken of het lukt. We hebben de oorbel er eindelijk uitgekregen. Of in ieder geval mijn vader. Want deze was dus een beetje los, omdat ik dus niet vast kreeg en ik ze soort van naar achter had geklikt. En toen ik viel is hij helemaal in deze gedraaid en het zat dus heel graag vast. Maar ik ben dus gevallen dat ik in de kamer ergens overheen struikelde en tegen iets van een bijzettafeltje aanviel. En daar komt dus ook die kras vandaan. Maar ik heb op zich best wel geluk gehad, want als ik hier was gevallen, want het was een soort puntachtig scherp iets, dan was het in mijn oog geweest en nu is het hier. Maar het is nog steeds natuurlijk vervelend, want ik heb nu echt een super lelijke kras hier. Maar goed, daar kan ik niks aan doen. Ik ga me nu even een beetje opknappen. En dan ga ik naar mijn opa en oma toe alsnog. Dus het is wat later dan gepland. Het is namelijk echt inmiddels al 4:30. Dus ik ga me even een beetje klaarmaken. En dan ga ik on my way. Ik ben nu bij mijn opa en oma en ik ga hier straks even lekker eten. Denk niet van wat is dit. Nee, dit is gewoon even crème wat we erop gedaan hebben. In de hoop dat het wat beter weg zal trekken de plek. Of kras, ja, ik weet echt niet zo goed wat het is. Maar we hebben in ieder geval even dit erop gedaan. Altijd beter dan er niks aan doen. En ik moet rond 7 uur vanavond naar de nagels. Ik weet niet of ik dat al verteld had. Want ik krijg even nieuwe nagels. Dus ik ga hier zo even lekker eten. En dan ga ik naar de nagels. Ik ben eindelijk weer lekker terug van de nagels. Ik heb even gegeten bij mijn opa en oma. En toen ben ik direct doorgegaan naar de nagels.
Ik heb witte nagels gedaan deze keer met een soort van zilveren glitters bovenop. Ik vind het nu heel erg mooi geworden. En ik heb er best wel lang gezeten, volgens mij echt 2 uur of zo. Dus dat duurt altijd heel erg lang natuurlijk, omdat je acryl hebt. En dan moet je dat weer doen en dan moet je veilen en dan heel gedoe. Ik ga even lekker een serietje kijken, Nieuwe Buren. Hele toffe serie op Videoland. Ik raad hem echt aan. Niet gesponsord dit, geen reclame. Echt gewoon een leuke serie en je blijft het maar kijken. Dus ga even checken, is echt een leuke serie. Ik lig eindelijk lekker op bed en ik ben zo blij dat ik eindelijk even lekker kan liggen en zeg maar even rust heb, vooral aan mijn hoofd zelf. Want ik merk best wel dat die klap vandaag toch wel een beetje impact heeft gehad ofzo. Want ondanks dat ik me natuurlijk echt niet helemaal tof voel nu, omdat ik dit en zo heb, heb ik ook echt wel gemerkt aan mijn hoofd dat ik vandaag helemaal niet zoveel kon hebben, doordat ik dus best wel een harde klap heb gehad toen ik viel. Ik ben echt heel blij dat ik op bed lig, jongens. Sorry voor dit en dat hierdoor de vlog een beetje chaotisch is. Maar ik ga nu lekker slapen en dan spreek ik jullie morgenochtend. Slaap lekker allemaal en doei doei. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag, het is weer een nieuwe dag en het is super lekker weer. En mijn sissy is alweer vrij van school, dus die heeft ook gewoon echt dagen. Hoe laat moest je? 12 uur. Dus lekker chill. Roos moet nog even een tekening voor tekenen afmaken. Dan ga ik even mee helpen. En daarna gaan we naar de winkel toe. En dan gaan we spullen halen voor een appeltaart, toch? Ja. Dus. Gaan we een appeltaart bakken. Zomaar gewoon midden in de week. Dus laat ik even die tekening gaan afmaken. Hij kan wel verpest worden, hè? Oh, maar hij is toch niet mooi. Nou, ik ga even die tekening afmaken. En dan gaan we daarna naar de winkel toe om even spullen te halen. Dus let's go. Wat gaan we bakken, Roosie? Appeltaart! Yes, lekker! En we hebben dit even alles opgehaald bij de winkel. En ze hebben dus nu een nieuwe verpakking met 25% extra deeg. Zal dat lekkerder zijn? Ja, ik denk het wel. Gewoon, ja. Ik heb geen idee. We gaan het straks meemaken als we hem gemaakt hebben, de taart. We maken dit even omdat vanavond een vriendin van Roos voor een paar dagen blijft logeren, Feline. En mijn opa en oma komen vanavond gezellig op de koffie. Dus we hebben gewoon wat lekkers erbij. Wij gaan even de appeltaart bakken. Hopen dat het goed gaat, want Roos en ik hebben al zo vaak gehad dat we wat gingen bakken of zo en dat het uiteindelijk mislukte. Of dat het niet goed werd, we hadden laatst cheesecake gemaakt en dat was echt een drama geworden. Dat was helemaal ingezakt en vies geworden, dus hopelijk gaat het goed. Ik hoop het ook. Wow, dit zakje is nog wel groter. Ja, tuurlijk. Oh ja, maar hier staat alleen extra deeg. Enig hoor. Die echt oprecht tijdens het maken en bakken van dingen zoveel deeg en beslag eet. Het is echt, het is niet eens goed voor je, maar ik vind het oprecht zo lekker. Put it in the oven. Pas op dat je niet brandt. Doe, ja. En taart maken is... Goed gelukt. Het is inmiddels echt al een stuk later en wij zijn even een film aan het kijken en we zijn de appeltaart aan het proeven. Wat? Wat? Oké, okay, maar we zijn dus de appeltaart aan het proeven. Hoe smaakt die, jongens? Smaakt die goed? Mm. Oh ja, Feline is er ook. Voor mensen die ooit mijn vakantie... Heb ik jou? Nee, toch? Nee. Nou, in ieder geval dus Feline. Super gezellig. Dus we gaan even de film even kijken. Taart eten. En dan lekker slapen, toch? Ja. Alvast good night. Dus doei doei en tot morgen. Goedemorgen allemaal, het is 9:30 ochtends en ik ben onderweg naar iets waarvoor of waar naartoe ik onderweg ben ga ik jullie nog niet vertellen, want dit zien jullie zondag in mijn nieuwe video om 12 uur. In mijn nieuwste video ga ik namelijk een dag lang alleen maar het eten eten wat de persoon voor mij bestelt. Dit is een best wel een trending challenge op YouTube en ik wil het ook graag proberen. Dus vandaar dat wij nu al onderweg zijn. Ik ga dus vandaag wel vloggen, maar ik ga het meest natuurlijk filmen voor de video. Omdat het natuurlijk niet leuk is als jullie het al in de vlog zien en dan zondag de video online komt. Beetje dubbel. Dus ik ga jullie wel gewoon mee proberen te nemen. Ik ga straks naar Zwolle toe. En ja, voor de rest zien jullie dan heel veel terugdenken in de video zondag. Ik ga nu eten, denk ik. Dus ja, let's go. We zijn nu in Zwolle en echt, we zijn zo dom geweest. Het is vandaag Hemelvaartsdag. En ik had dus gecheckt op internet of de winkels open waren. En die waren open volgens het internet. Of nou ja, de winkels in het centrum van Zwolle waren open. Nou, er zijn echt exactly 5 winkels of zo open. Dus we zijn echt voor niks naar Zwolle gegaan. Maar we gaan denk ik zo even op het terrasje zitten en dan even... Ja, even drinken en dan misschien naar de bios of zo. Want het is wel zo om nu naar huis te gaan. Wel een beetje jammer, maar goed, we doen nu niks meer aan. Het is dus vandaag niet heel erg lekker weer en de winkels waren niet open, dus we hebben besloten om naar de film te gaan.
En we gaan naar single 39. Ik ben heel benieuwd. Jullie ook? Enjoy the movie. Vonden we van de film? Super leuk. Ja, het was echt een leuke film. Zeker een aanrader, single 39. Wij gaan nu ergens eten voor mijn challenge op YouTube. Dus daar kan ik jullie helaas niet meer naartoe nemen. Omdat dan, ja, dat is natuurlijk de verrassing weg wat we voor eten krijgen. Dus wij gaan even lekker eten en dan weer terug naar huis. Ik ben inmiddels weer lekker thuis en terug van Zwolle. En ik ben hier achter mij nog even een introotje aan het filmen voor de nieuwe video van mij die zondag online komt. Bij deze zit ook alweer de vlogger op, want ik vlog dus tot en met donderdag. Ik vlog per week 2 keer, dus je krijgt 2 vlogs. En eentje is dus van maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. En de andere is van vrijdag, zaterdag, zondag. En dat is dus een soort van weekendvlog. Het is vandaag donderdag, dus ik ga bij deze ook de vlog afsluiten. Ik vond het heel erg leuk om te vloggen en ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden om te kijken. Heb je nou nog tips voor mij of zeg je van, oh Bo, dat is leuk of dat is leuk? Laat het me dan even weten in de reacties. Vond je de video nou leuk om te kijken? Doe dan zeker even een duimpje omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!